Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe S-Pass uitgerust met adaptieve snelheidsregelaar. Die kan worden geactiveerd via de knop op de middenconsole. Er gaat een groen waarschuwingslampje branden en het bericht snelheidsregelaar verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te duiden dat de functie werkt. Via de adaptieve snelheidsregelaar kan een gekozen snelheid worden aangehouden, terwijl een veilige afstand ten opzichte van de voorligger in dezelfde rijstrook wordt behouden. Via de adaptieve snelheidsregelaar kan de auto worden geremd tot een derde van het remvermogen. Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat de bestuurder harder moet meeremmen. U kunt de rijsnelheid aanpassen via de bedieningsknoppen op het stuurwiel.